Van harte welkom bij vlog nummer 40. Mijn naam is Mirjam van mirjammolenbeek.nl, waar je online breilessen vindt voor zowel beginners als gevorderden... En waar je ook mijn online brei campus vindt, waar je lid van kunt worden, uh, waar je een schat aan tutorials vindt, waar je andere breisters kan ontmoeten en waar je standaard 10% korting in mijn webshop mee krijgt. Um, webshop heb ik dus ook met hele mooie garen en breiaccessoires. Um, welkom als je nieuw bent op dit kanaal. Er zijn weer heel veel nieuwe abonnees bij waar ik uh, heel erg blij mee ben. Van harte welkom. En ik weet ook dat er mensen zijn die alle 40 vlogs hebben gekeken. Ook jij natuurlijk hartstikke. Welkom hier op dit kanaal. Uh, in mijn vlog ga ik vertellen wat ik qua breiwerk af heb, waar ik mee bezig ben, um, wat ja, wat de mededelingen zijn. Dus ik heb in deze vlog bijvoorbeeld een hele leuke giveaway. Ik heb geloof ik nog nooit zo'n groot pakket weggegeven. Want het is vlog nummer 40 en ik ben 40. Dus dat vind ik wel een feestje waard. Dus dat zit ook in deze vlog. Bij de mededelingen vertel ik ook wat ik nieuw in de webshop heb, wat er nieuw is aan lessen en dat soort dingen. En ik heb een nieuw segment vanaf vandaag. Dat is vragen van de kijker. Ik had tot nu toe deed ik uh, een aantal weken lang elke zaterdag op Instagram een live. Die video's die heb je kunnen zien, want die heb ik achteraf ook hier geüpload. Uh, het open atelier live, waar heel veel vragen binnenkwamen. Het werd voor mij een beetje uh, van alles door elkaar. Ik wist op een gegeven moment niet meer wat ik waar nou wel en niet beantwoord had. En toen dacht ik: ik betrek het gewoon lekker in de vlogs. Ik heb elke twee weken in principe een vlog. Vorige week even één weekje overgeslagen vanwege hemelvaartweekend. Maar in principe is er elke twee weken een vlog. En dus kun je ook voor de volgende vlog je vragen stellen. Nou, daar zal ik ook zo meteen wat meer over vertellen als ik bij dat segment beland ben. Ben, bent, ben. Uh, en dan sluit ik uh, altijd af met de boeken die ik lees, de podcasts die ik luister. Of de boeken die ik luister. Uh, dingen die ik gekeken heb waarvan ik denk, nou, dat is misschien ook leuk om met je te delen. Vandaag vlog 40, dus een zit- en praatvlog. Over twee weken is er weer een vlog achter de schermen. En ik heb al een aantal leuke ideeën van wat ik je daar ga laten zien. Uh, onder andere hoe het met de moestuin gaat op dit moment. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Ik ga beginnen met wat ik af heb. En je ziet het al. En als je mij op Instagram volgt, dan had je al een fotootje gezien. Maar ik heb de Ankers Summer shirt af. Een breipatroon van petit Knit. Um, veel gemaakt. Uh, je ziet het veel voorbij komen. Je hebt geloof ik ook een versie met lange mouwen. Je hebt een kinderversie. Maar dit is de Ankers Summer shirt. Heel erg blij mee. Ik ga hem zo even. Ik ga zo even staan. Uh, maar voordat ik dat doe, even wat vertellen. Want ik kreeg daar ook wat berichten. Ik had de trui geplaatst op Instagram. En toen kreeg ik een aantal persoonlijke berichten ook van mensen die zeiden, uh, wat tof om hem een keer op een normaal lichaam te zien. Um, uh, de ontwerpster Petit Nit is, is petit, uh, is redelijk klein. En dat was ook een hele tijd wat men tegenhield, ik had deze dit shirt al heel lang op mijn lijstje staan. Maar ik dacht, ja, weet je, het is toch een trui. Um, bij mij zit het gewicht zit heel erg rond mijn buik. Zeker rond de dagen dat ik uh, nogal hormonaal ben. Dan krijg ik regelmatig de vraag of ons vierde kind eraan komt. Laten we dat nou met vrouwen afspreken. Dat we dat als vrouwen onderling in elk geval niet meer aan elkaar vragen. Um, als ik zwanger ben, dan hoor je het wel. Um, maar goed, dat was wel voor mij een reden dat ik dacht: ja, het staat haar hartstikke leuk op die foto. Maar gaat het mij ook goed staan? Uh, ik heb daar toch snel last van als, er dan, ja, als het een beetje strakker om mijn buik zit. En, uh, maar goed, ik dacht, ik ga hem gewoon breien en dan gaan we het zien. Je moet toch ook af en toe wat uitproberen? Uh, en ik ga gewoon even staan. Zoals je ziet, ik, ik zie het wel. Een ander ziet dat vaak wat minder. Uh, ik heb wel even gehad dat ik dacht... oeh ja, hij zit wel wat strak rond mijn buik. Uh, maar goed, het scheelt ook heel erg wat je eronder aan doet. Dus ik heb ook gewoon een fijne nieuwe spijkerbroek gekocht. Dat zit lekker eronder. En ik ben uiteindelijk heel tevreden. Wat ik uh, uit voorzorg had gedaan... was hem een, een stuk langer gebreid. Of een stuk... Ik denk dat ik hem... Um, 5 of 6 centimeter langer heb gebreid dan dat de bedoeling was vanaf de onderarm. Want ik dacht nou lang, hè, dat, dat verbloemt het een beetje. En nu achteraf denk ik misschien had ik hem gewoon aan moeten houden wat in het patroon staat. Want dan was hij uh, ietsje hoger gekomen. En ik denk juist dat dat dan wat meer zou onderbreken. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dat is waar je jezelf lekker in voelt. Ik ben in elk geval super blij dat ik hem gemaakt heb. Het garen waarin ik hem gemaakt heb, daar zal ik zo wat meer over vertellen. Is ook echt heerlijk. Uh, ik heb het heel snel heel warm. Maar dit is uh, een katoen garen, Is echt perfect voor dit moment. Ik heb de trui niet geblokt, dus hij is niet gewassen. Ik heb hem niet opgespannen. Um, ja, ik, vond eigenlijk, ik, had, ik heb hem behoorlijk regelmatig gebreid. Uh, dus ik vond het mooi genoeg en ik was bang dat als ik hem op zou, uh, als ik hem zou wassen en blokken, het is toch katoen en dat zakt wat uit, uh, dat hij dan echt veel te groot zou worden. Uh, ik heb dat wel vaker gezegd in een vlog, zoals je mijn vlogs al langer volgt. Ik heb altijd de neiging om mijn truien toch te groot uh, te breien, omdat ik de borstaanvang uh, aanhoud. Ik had er nu dus al een beetje op gelet om dat niet te veel te doen, maar al breiend. Durf ik het dan toch niet helemaal aan en dan ga ik toch voor de grotere opties en de langere opties. Nou, dat, dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet met dit truitje. Zeker niet als je hem in, um, in dit garen breidt, want dat, het rekt gewoon lekker op. Dus ik ben er helemaal blij mee. Hij moet natuurlijk op een gegeven moment gewassen worden, maar dit garen kan in de wasmachine. En ik denk dat ik dat doe. Normaal doe ik op de hand wassen en uitleggen. Maar dan is hij veel natter um, als je hem neerlegt en op laat drogen. Uh, ik denk als ik hem in de wasmachine doe en hem dan op een hele lichte centrifuge zet. Dan, uh, ja, dan, dan kan ik hem zeg maar al wat minder opspannen. En dan zal die denk ik ook niet zo heel erg uitrekken. Heel blij mee. Het zit heel lekker. Uh, ik heb er dus voor gekozen om uh, aan de borden bij de mouw. En onderin. Om daar de glitter doorheen te doen. Ik heb uh, de Kremke Stellaris is dat. Uh, dit is kleur nummer 101. Dat is een zilver. En toen ik begon. Ik moet zeggen als ik hem al eerder in huis had gehad. Toen ik aan de trui begon. Had ik hem denk ik ook nog in het eerste randje hier gedaan. Um, maar ik kreeg de Kremke pas binnen. Of de glitter pas binnen toen ik halverwege was. Um, maar ik vind het zo ook heel leuk. Toen ik begon. In de rand die um, glitter erin te breien. Toen dacht ik eerst wel even: Oeh, is dit handig? Het lijkt wel of ik er aluminiumfolie door aan het breien ben. Um, maar ik dacht: Ik ga ook even verder proberen. Want ja, ik had het nog niet eerder zo gedaan. Ik denk: Even kijken hoe het uitkomt. En anders kan ik het altijd weer uithalen. Ik ben super, super, super blij mee. En die glitter is ook echt niet scratchy. Want daar was ik een beetje. Ja, je hebt wel eens van die, van die wol waar glitter al doorheen zit. Die kan best uh, scratchy aanvoelen. Ik dacht, ja, dat is ook niet lekker op je blote armen. Nou, het is echt... Het is echt je voelt het gewoon niet. Het is echt een heerlijk zacht glittertje. Dus dat, uh, uh, dat kan ik zeker aanraden. Um, je zou hem hier dus ook nog in de boord kunnen breien. kleur die ik gebruikt heb en het garen dat ik als hoofdgaren heb gebru gebruikt... is de Kremke Morning Salutation. Dat is een vegan wol... Geen wol, vegan garen. Uh, en het bestaat voor 51% uit tensel en 49% katoen. En Tenzel, dat is een houtsoort. Het brengt er wat extra leven in. Dus normaal zou ik niet snel breien met een 100% katoen. Want dat zakt echt uit. Daar zit bijna geen speling in. Maar dit is echt heel erg lekker rekbaar en uh, voelt ook niet zo heel zwaar. Misschien ietsje zwaarder dan een, uh, een hele lichte wolm. Maar het zit heerlijk. Het is ook helemaal um, antibacterieel. En nou, perfect voor nu. Uh, hoewel het nu nog niet het allerbeste weer is. Uh, ik zag vanmorgen wel zo grappig. Ik zag plaatjes uit heel Nederland met mensen die in hun stories deelden hoe mistig het was en hier op Scheveningen is het dus echt heerlijk zonnig. Dus dat merk ik ook wel de afgelopen weken dat je soms kijk ik op de weerberichten en denk oh nee, weer zo'n donkere regendag. Maar dan ga ik naar buiten en dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Dat is echt uh, standaard voor mij in Nederland, volgens mij. Uh, maar ik kan hem nu heerlijk aan. Ik vind het heerlijk. Het is nu buiten een graad of 14, 15. Ik heb vanmorgen een rondje gelopen zonder jas. Uh, echt heel erg fijn. Ik ben er heel blij mee. Ik heb veel vragen gehad. Er zijn ook veel mensen die hem ook wilden gaan breien. Uh, deze kleur was op een gegeven moment uitverkocht. Maar die, is dus weer, die staat dus weer in de webshop. Uh, hierachter zie je ook de kleuren liggen die ik heb van de kremke. Uh, morning Salutation. Uh, je kunt me altijd eventjes een mailtje sturen. Uh, ik heb laatst ook iemand gehad die zei. Ja, ik kan op Revelry niet zo goed patronen kopen. Want ik heb geen Paypal. Nou, ik kan altijd voor je uh, een pakket samenstellen waar ik het patroon bij doe. Dan krijg je hem en uitgeprint en via de mail. Ik koop hem dan gewoon via Revelry voor je en uh, kan hem naar je toe mailen. Dus dat is nooit een probleem. Daar mag je me altijd over mailen. Ik heb acht bolletjes gebruikt. Um, dat was de hoeveelheid die in het patroon stond. Ik had een heel klein bolletje over. Ik had de trui natuurlijk wat langer gemaakt dan dat hij voorschreef. Ik heb hem ook op iets dunnere pennen gemaakt. Dat was volgens mijn proeflapje de bedoeling. Um, ja, dus het kwam eigenlijk precies goed uit. En uh, de glitter, die zie je later nog terugkomen. Heel blij met de Enker-Summer-t-shirt. Ja, echt mega blij mee. Um, en ik twijfel er zelfs over of ik er nog één zal gaan breien. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Ik krijg ook veel de vraag... Um, welk breiniveau moet je hebben? Is die moeilijk? Um, als je uh, lid bent, uh, en dat kun je op elk moment worden van de online breikampus... Vlog 39 ging helemaal over de online breikampus, want die is helemaal vernieuwd. Daar kun je nu lid worden via mijn website met een maand of een half jaar abonnement... Er staan allemaal tutorials in over hoe je sokken breidt, top-down trui breidt, leespatronen breidt. Je leert Engelstalige patronen heel goed lezen. Um, daarbij krijg je toegang tot een besloten Facebookgroep, die echt, nou echt, ik ben daar zo trots op Mensen zijn elkaar daar aan het leren kennen. Uh, patronen aan het delen, breiprojecten aan het delen, elkaar feedback aan het geven. Het is echt een hele, hele, hele gezellige groep. Uh, ik hoop dat nu alle maatregelen wat soepeler worden, dat we na de zomer ook een keer iets kunnen gaan organiseren. Het zou heel fijn zijn om weer uh, met mensen bij elkaar te kunnen komen. Maar dat even terzijde. Uh, je krijgt 10% standaardkorting in mijn webshop. Maar er staat dus in de online breikampus een tutorial voor de Flex-trui. Dat is een trui die je top-down breidt. Je begint bij de boord, je gaat naar beneden, je zet je mouwen apart, je breidt het lijf af, je pakt je mouwen weer op uh, en die ga je ook breien. Nou, het, het, de, de basics van de top-down Flex-trui komen overeen met deze trui. Dus uh, ook gewoon je gebruikt meerdere ringen, geen German short rows en dergelijke. Um, het, het patroon leest ongeveer hetzelfde. Dus stel dat je zegt: nou, ik wil die trui maken, maar ik voel, ja, ik durf dat nog niet goed aan. Ik heb nog nooit in het rond gebreid. Ik heb nog nooit een trui gebreid. Of ik heb nog nooit een engelstalig patroon uh, gelezen. Dan nou zou je dus uh, mijn tutorials van de flextrui kunnen bekijken. En die, de, alle technieken kun je toepassen op. Dit truitje. Dus dat eventjes um, nog als antwoord op die vraag. Heel blij dus. En dit gebeurt niet vaak, mensen. Ik heb nog iets af. Um, ik dacht, vorige week wilde ik eerst de vlog opnemen. Maar toen was het hemelvaart en kort op die meivakantie. En toen dacht ik namelijk nou, ook eens even gewoon lekker thuis zijn bij de kinderen. En uh, dat even laten gaan. En ik had iets nog niet af waarvan ik dacht, nou. Voordat ik nu een vlog op ga nemen, moet dit af zijn. Want elke vlog zeg ik, nou ik ben bezig. Hij is nu echt bijna af. De um, Habitation Pro. Daar is hij. En ook uh, als je mij op Instagram volgt... ik zal even een fotootje er tussen voegen... voor de mensen die me daar niet volgen. Daar had ik hem al even geplaatst. En dan zie je heel goed dat de kleurtjes die ik gekozen heb... Uh, we hebben een paar maanden geleden in de slaapkamer... had ik een nieuw mooi vloerkleed gevonden. Uh, we hebben nieuwe gordijnen gekocht. Uh, even een beetje de slaapkamer opgeleukt. En bij die kleuren uh, heb ik eigenlijk de miniscanes gekozen. En dat was heel toevallig. Ik had uh, met kerst... Had ik met een vriendin uh, Sandra van de Craftfulness podcast had ik uh, adventskalenders geswapt, dus we hadden allebei uh, 24 minis en cadeautjes en hadden we met elkaar geruild. En um, ik had toen al het idee ik wil die habitation throw gaan breien, die breien in principe met volgens mij zegt het patroon 24 keer 10 gram minis. Uh, ik koos ervoor om 12 keer 20 gram te doen. Ik heb uiteindelijk hier en daar ook nog wat toegevoegd uh, met andere restjes die ik had liggen. Niet veel, maar uh, ik kwam niet helemaal uit met de 12 minis. Maar in elk geval, in, dat, in die adventkalender zaten heel toevallig heel veel kleurtjes die dus overeenkwamen met de kleuren die we voor de slaapkamer hadden gekozen. Dit is hem. Hij ruikt heel lekker. Ik ben uh, helemaal fan altijd van de Mijn. Dus daar heeft hij van de week in gestaan. Het is een heel leuk uh, project. Want je begint eigenlijk uh, met zo'n hoekje. Nou ja, dit was het einde, maar hetzelfde idee. En je gaat steeds meerdere. Uh, er zit een icord uitleg hoe je dat moet doen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En het zijn dus gaatjesbreien, leesbreien. Nou, ook daarvoor kreeg ik vragen van: is dat nou moeilijk? Um, bij de online breilessen voor beginners. Dus stel je bent nu echt nog een beginner, je kunt een beetje recht breien en daar houdt het mee op. Um, dan is het heel erg leuk om de online breilessen voor beginners te volgen. Want daar zitten al technieken in met meerdere, mindere. Uh, ik leg je daar heel veel uit over materiaalgebruik. Dus de garen die je kunt gebruiken, wat er allemaal is, de breinaalden en wat dat doet met. Uh, je leerproces. Want ik denk dat daarin heel vaak iets misgaat. Dat mensen denken... nou, dat breien is niks voor mij. Ik word er helemaal geïrriteerd van. Dat kan dus voor een heel groot deel te maken hebben... met je materiaalkeuze. Dus... Ik heb er daarom ook voor gekozen om de online breilessen voor beginners. Dat is een totaalpakket. Daar zitten alle tutorials in die je nodig hebt. Maar je krijgt dus ook het pakket thuis gestuurd: met de juiste wol, met breinaalden, met oefenwol. Uh, met een schriftje erbij om uh, al je ervaringen in op te schrijven. Dus dat is echt een heel fijn pakket waar je zo mee aan de slag kan. Dan hoef je zelf niks meer los voorbij te kopen. Die starten trouwens overigens zowel de beginners als de gevorderden starten nog één keer in juni. Ik geloof 10 en 17 juni, of allebei rond 10 juni. Dat, dat is even de laatste keer dat ik start, en dan pas in het najaar weer. Um, dus dat wilde ik er even bij zeggen. Uh, ik krijg trouwens ook wel eens de vraag van, ja, um, uh, verzend je die pakketten ook naar België? Ja, zeker. Uh, er zijn heel veel mensen van België die meedoen. Ehm... Um, Benelux staat ingesteld, dus als je in de Benelux België, Nederland, Luxemburg woont, dan kun je alles gewoon via de webshop bestellen. Uh, en woon je daar buiten, dan kun je me ook gewoon even mailen. Dan kunnen we dat ook regelen? Dus uh, ik kan het in principe overal naartoe sturen. Um, daar zit dus in de laatste les. Dat zijn vijf lessen, vijf lesweken. Er uh, zit af en toe wat ruimte tussen, er zitten Skype gesprekken in. Maar in de laatste les zit een bonus video waarbij je de basis al leert van het leesbreien, van die gaatjes breien. Dus eigenlijk in de beginnerslessen uh, heb je, doe je al genoeg ervaring op om dit deken te kunnen breien. Uh, wat je dus ook kan doen als je zegt nou, ik kan die basis al best wel, maar, maar echt verder durf ik nog niet. Of ik heb vooral moeite met het lezen van zo'n Engelstalig patroon. Nou, dan adviseer ik je weer om lid te worden van de online breikampus. Want daar staat de shawl in, die ik in de vorige vlogs heb laten zien. En uh, die is ook helemaal, dat is een leespatroon. Dus als je die een keer zou breien, of je kijkt die filmpjes... of je kijkt daar de tips die ik geef over hoe je een chart moet lezen... Dan uh, kun je dit deken ook heel erg makkelijk maken. Ik ben er dus heel blij mee. Staat super leuk in de slaapkamer. Hij is, uh, het patroon is ontworpen om uh, je mini scans uit de Adventskalender op te breien. Wat je dus ook heel makkelijk kan doen als je dezelfde maat wil. Uh, volgens patroon wordt die 1 bij 1 meter. Ja, ik denk dat dat wel klopt ongeveer. Uh, maar wat je natuurlijk ook gewoon kunt doen, is een fingering weight garen pakken in één kleur. Dus ik heb hier achter me. Even die kant op de Bio Balance liggen. Nou, bijvoorbeeld die beige kleur of zo'n gele kleur. Daar zou je hem ook helemaal in kunnen maken of een beetje afwisselen. Even denken wat je nodig hebt: 210 gram aan fingering weight. Nee, 240 gram, want 24 keer 10 gram minis. Dus 240 gram heb je ongeveer nodig dan van een fingering weight. Uh, ik heb ook de lazy linen, daar zou die ook heel mooi in zijn. Dus je kunt ook gewoon een aantal effen garen pakken, Fingering Weight. Wil je hem nou groter maken, dan is het op zich mogelijk om in het midden gewoon langer door te gaan met meerdere. En daarna dus langer met mindere. Uh, maar wat je ook kunt doen, is een uh, wolmaat dikker pakken. Dus je pakt bijvoorbeeld een decay Weight garen. Ik heb hier de Kremke Baby Soft liggen. Um, daar, dat zou je ook kunnen doen. En dan pak je gewoon, ik geloof dat ik deze op een naald. 3,5 heb gebreid, maar dan zou je ook gewoon um, een DK kunnen pakken en hem dan op een 4,5 kunnen breien. Bij leesbreien, gaatjesbreien pak je altijd een iets dikkere naald dan dat gevraagd wordt. Dus voor een DK weight is meestal naald 3 tot 4, um, maar dan ga je bijvoorbeeld met 4,5 omdat het dan wat luchtiger en ruimer wordt. Dus dat zijn allemaal manieren om ook een groter deken te maken. Hij blijft altijd vierkant. Heel blij mee. Dat is wat ik af heb. Uh, nu verder naar waar ik mee bezig ben. Want toen de trui eenmaal af was, kon ik natuurlijk weer andere projecten oppakken. Uh, ik merk dat ik dat dus de laatste jaren wel een beetje ben gaan veranderen. Waar ik vroeger had ik en een trui en sokken en dat en dat. En dan werkte ik aan alles. Uh, ik wilde die trui nu echt af hebben. Dus ik heb bijna de hele tijd de trui gepakt. En weinig tussendoor. Uh, maar als dan zo'n trui af is, dan ja, zit ik altijd van. Dat wordt nu het volgende project. Ik heb nog die uh, veraal trui van Andrea Maury. Daar ben ik ooit aan begonnen, een tijdje geleden. Die heb ik liggen, maar ik, had, ja, ik weet nog niet helemaal of ik daarmee verder wil gaan. Um, dus dan geef ik mezelf altijd ruimte om even wat simpele projecten op te pakken. Um, dus waar ik met veel plezier aan heb gewerkt, is het haakdeken, de Granny Stripe Blanket voor mijn dochter Aagje. Um, ik had die voor Elina al afgemaakt een tijdje geleden. En toen eigenlijk gelijk deze opgezet. En de opdracht is om in elke mini skein die ik gebruik, of elke restje wol dat ik gebruik, dus ook allemaal fingering-weight sokkenwol gaat hierin. De basis is dus altijd geel of roze. Dat moet in elk geval in de mini zitten. Nou heb ik niet heel veel geel en roze. Uh, had ik. Uh, ik heb wel veel roze met paars en roze met blauw. Maar dan is, gaat het te veel van dat geel af. Dus ik heb op een gegeven moment gezocht naar, een, uh, ja, naar wat nieuwe kleurtjes. En toen kwam ik uiteindelijk bij Wol met verven uit. En die hadden deze streng. En toen dacht ik, ja, dus wel, ik ga niet een hele streng. In dat deken doen, dat, dat vind ik dan een beetje overdreven. Maar ze hadden die streng. En ik heb daar nog een gele bij gekocht. En die knallende roze die er nu net in zit, die had ik erbij gedaan. En, um, en nog een gele en een roze. Gewoon even om het een beetje af te wisselen. Um, ja, dus die had ik er een beetje bij gekocht om, uh, om, om mijn mand met minis voor het deken wat te vullen. En toen dacht ik, ja, ik wil deze er wel in gaan doen. Maar dan ga ik er ook eerst wat anders van breien. Dus ik ben aan sokjes begonnen, ook voor Aagje. Aagje is dus gek op geel en roze. Dus ik ben aan sokken begonnen iets groter dan, uh, dan dat ze nu nodig heeft, zodat ze voor het najaar vast af zijn. Ik denk zelfs dat ik ze misschien wel inpak voor de verjaardag in oktober. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar je ziet een glittertje er doorheen komen. Nou, wat ik dus heb gedaan, is dit garen samenbreien met, jawel, daar is hij weer, de Kremke Stellaris 101. Dus die in mijn trui zit, gaat nu mee in de sokken. Um, de hiel en de tenen ga ik met een contrastkleurtje doen. Dus je ziet dat ik net de hiel met je gloep erin heb gebreid. Die heel, de Hollandse hiel zit erin en ik ben dus nu verder gegaan. Die hiel heb ik uh, zonder de glitter gedaan. Dus ik dacht ik doe de, de hoofdkleur doe ik helemaal met glitter en dan de teen doe ik ook weer in dat geel zonder glitter. Uh, dus dat is een heerlijk project om tussendoor te doen. Kindershokken gaan supersnel. Ik gebruik daarvoor mijn eigen patroon. Ik heb voor de... Toen de, de online breikampus nieuw open ging... heb ik een patroon uitgeschreven voor Magic Loop sokken. Uh, die behoort dus bij de video's voor de Magic Loop sokken die ook in de online breikampen staan. Het patroon wijkt een klein beetje af, omdat ik in de video vooral bij de heel een iets andere verdeling maak dan dat je duidelijk krijgt op papier. Dus ik heb het zo gedaan dat ik hem op papier net eventjes iets anders heb dan in de video's, maar het gaat prima samen. Je kunt dat uh, samen heel goed gebruiken. Uh, in het patroon, wat in het Engels is, omdat ik het belangrijk vind... Of belangrijk vindt. Maar ik vind het handig als je Engelstalige patronen kan lezen. Zodat je al die leuke sokpatronen kunt breien. Die er op Revelry staan. Of in de lennenboeken van de 52 Weeks of Socks. Enzovoort. Um, en dat patroon. Dat heeft vier maten. Uh, de kleinste maat is dus met 52 steken voor een kind. Uh, dan heb ik nog met 56 steken. Dat is voor een kleine voet. Zeg maar maat 35 tot 39 de medium size dat is maar 64 steken maat 39 tot 42 en dan nog een large size wat in principe voor mannen maar uh, kan natuurlijk ook voor vrouwen met een wat grotere voet of wat wat bredere voet uh, is die heel handig um, uitgebreid patroon dus waarin ik ook steeds zeg van die hoort bij die video uh, en ik geef ook in het patroon aan waar je uh, van Garus moet wisselen als je contrasterende boord, hiel en tenen wil hebben. Um, ja, die, vind, die krijg je dus ook als je lid bent van de breikampus. Dan staat dat patroon daarin. Sokjes dus aan bezig. Haakdeken aan bezig. Heel lekker. Wat ik ook weer heb opgepakt. Nog niet heel hard mee verder ben gegaan. Want ik wil zo graag die sokken af, want dan kan ik uh, de rest van die kleur in dat deken breien. Maar ik ben een beetje verder gegaan met de Nutkin sokken. Dus je ziet het leespatroontje nu ontstaan. En aan de achterkant krijg je dit. Met het heerlijke lazy linnen. Echt een heel fijn uh, sokkengaren. Uh, wat dus een, een wol. Een zacht wolletje met uh, uh, linnen is. En het linnen zorgt dus voor de stevigheid. Zodat je sokken niet heel erg snel slijten. Uh, en waardoor je geen nylon nodig hebt. Uh, het zijn de Nutkin sokken. Ik heb ze geloof ik eerder, heb ik het patroon laten zien. Uh, van Kay Jones van de Bakery Beers. En ik ga ze gewoon helemaal effen doen denk ik. Dus ik ga geen contrasterende uh, heel en tenen doen. Dus die heb ik ook lekker opgepakt. Um, ik moet zeggen, de sokjes, want dat miste ik de laatste week een beetje met de trui. Het wordt steeds beter weer. We gaan weer steeds vaker naar de speeltuin of lekker eventjes de duinen in. En daar zitten met een picknickkleedje. Um, en dan vind ik een trui of een deken meenemen toch wel wat, wat groot. Um, dus ik heb nu, als we op pad gaan, heb ik lekker de sokjes van Aagje bij me. Uh, en s'avonds of tussendoor breik ik een beetje aan de Nutkin sokken. Dus uh, ja... Lekkere dingen eigenlijk waar ik mee bezig ben. Wordt er wel heel erg blij van. Even op mijn lijstje kijken of ik nu nog iets vergeet. Nee, dat is denk ik wat ik uh, aan het maken ben en wat ik af heb. En heel blij mee ben. Gaan we verder met mededelingen en giveaway. Uh, een aantal mededelingen. Um, de Revelry Call, die is inmiddels al een tijdje. Uh, of de, de campsite Middellong. Is al een tijdje afgelopen in Revelry. Die heb ik eind april gesloten. Uh, je kunt nog steeds kijken naar de resultaten van anderen. Je kunt daar ook nog steeds je vragen stellen of jouw uh, uh, sjaal delen, de campsite sjaal delen. Maar de officiële middellang is afgelopen, is eind april gestopt. Ik heb, omdat deze vlog wat langer duurde voordat ik deze op ging nemen, heb ik in de Revelry-groep al bekendgemaakt. Dus dat is de Mirjam Molenbeek Revelry-groep. Bekend gemaakt wie er gewonnen heeft, en de winnares is Esther met haar mooie rode campsite. En het cadeautje voor Esther is inmiddels de deur uit, dus, uh, Esther, als je dit kijkt, heb je het waarschijnlijk in huis. Uh, en echt, ik heb zulke mooie campsites voorbij zien komen, echt heel erg tof. De campsite kun je dus nog steeds gewoon maken. Dus de tutorials daarvoor staan in de online breikampus. Kun je gewoon lekker mee aan de slag. Je resultaten als je lid bent van de campus kun je ook delen in de Facebookgroep wat nog steeds gebeurt. Dus super leuk en uh, was leuk om de middelong te organiseren. Ik heb er wat minder tijd aan kunnen besteden omdat ik heel erg hard bezig was met het bouwen van alle online leeromgevingen. Uh, dat is ook de reden dat ik nu even geen nieuwe middelong begin. Um, want ik ga ook beginnen met de opnames voor de harvest cardigan. Daar ben ik deze week mee bezig. Want vanaf begin juli komen de eerste video's voor de harvest cardigan van Tink En Nits online in de online breikampus. Dus uh, ik doe elk kwartaal een nieuwe tutorial reeks. Dat betekent juli, augustus, september. Komen de video's voor de Harvest Cardigan uh, online in de campus. En dan oktober, november, december dan. Uh, ik ga nog niet voor precies vertellen wat, maar dan ga ik iets met kabels doen. Uh, dus dat een mededeling. Um, even kijken wat ik nog meer... Ja, de eerste twintig mensen die lid werden van de online breikampus... met een half jaar abonnement, die zouden van mij ook een cadeautje krijgen. Nou, daarvan is het grootste deel naar de mensen onderweg. Uh, dat is heel leuk om te doen, want ja, mensen hebben geen idee of ze bij die eerste twintig zaten. Dus de eerste cadeautjes zijn de afgelopen dagen al bij de mensen binnengestroomd. En dan krijg ik hele enthousiaste dankjewelberichten. Uh, dus dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Om een geheim cadeautje uh, te maken en op te sturen. En ik kijk die kant op, want er staat nog een stapeltje pakketjes... Um, die vandaag nog de deur uitgaat. Dus uh, ja, als je lid bent geworden van de online breikampus... en je hebt dat gelijk op 1 mei rond 9 uur gedaan. Het ging toen wel heel erg snel. Dus ik geloof dat uh, de mensen die om vijf over de negen lid zijn geworden, dat was al voorbij die twintig. Uh, maar het kan dus zomaar zijn dat als je dit kijkt dat je cadeautje onderweg is. Super leuk om te doen. Dan uh, ga ik nu. Want dan heb ik de algemene mededelingen wel gedaan. Oh ja, ik wilde nog even laten zien wat ik nieuw heb in de webshop. Wel heel erg leuk. Um... Ik had al een tijdje op het oog de Four Corner Bags van uh, Coco Knits. Zoals je weet, als je vaker kijkt, ben ik een enorme Coco Knits fan. En ik uh, ben eigenlijk aan het proberen om zo'n beetje alle producten van ze in de webshop te krijgen. Um, de Four Corner Bags. Ik heb voor nu uh, de Small en de Medium. Dat zijn linnen, ja, linnen lappen eigenlijk. Uh, waarbij je de... Uh, hoekjes vast kunt maken met de met deze. Um is helemaal voorgenaaid, dus je hoeft verder niet, je hoeft niks zelf te naaien of zo. Um, er is een filmpje. Ik heb de Four Corner Bags al in de webshop staan. De Small en de Medium. De Large is echt heel erg groot, maar misschien dat ik die ook nog wel erbij ga doen. Want het is wel echt lekker voor bijvoorbeeld zo'n groot dekenproject. Uh, je kunt de tas heel makkelijk ook voor boodschappen en zo gebruiken. Maar je kunt hem dus ook heel fijn gebruiken om je breiproject in te doen en bijvoorbeeld een lunch erbij te gooien... voor als je een keer een picknick gaat doen. Uh, allemaal duurzame materialen, zoals je van Coconuts gewend mag zijn. Ik heb bij de... Uh, um, als je in de webshop kijkt... En je kijkt bij Coco Nits en je kijkt bij het product. Dan heb ik daar een video bij gezet van Coco Nits, waar ze je helemaal laten zien wat je nog moet doen om die handles aan de tas vast te maken. Um, dat is een hele duidelijke stap voor stap video. Uh, zij leggen dat uit met de gewone Leather handle kit. Dus dat is een wat grotere handle dan deze. Die small of die short. <coughs> pardon, die is eigenlijk bedoeld voor de Oeh. Voor die papieren, ja papier, het is geen papier, papierstofmanden. Daar zijn die korte voor bedoeld. Die heb ik ook wel eerder laten zien. Die zijn er nu even niet in olijfgroen, maar wel in grijs. Maar in principe kun je die korte hendel dus zeker ook wel aan de small bag doen. Het is maar net wat je fijn vindt. Uh, de large, de grote hendels, die, uh, die zijn onderweg. Die heb ik besteld, dus die komen er ook aan. En wat ik uh, mee had besteld, om even goed uit te testen. Ik krijg heel vaak de vraag over uh, fijne sokblokkers. Even goed in beeld. Uh, ik heb daar de metalen sokblokkers hangen. Nou, die zijn hartstikke fijn, maar die zijn alleen verkrijgbaar bij Loop in Londen. Dus, uh, nou, ik heb ze nog voor de Brexit besteld. Uh, maar die heb ik dus in, bij Loop Londen gekocht. Ik heb uitgezocht waar dat merk vandaan komt... en of zij ook uh, met andere partijen willen samenwerken. Maar dit is echt, wordt echt alleen bij Loop Londen verkocht. Uh, dus die kan ik gewoon niet inkopen. Maar ik ben wel al een tijdje op zoek naar andere fijne blokkers... Um, ik wil zelf geen plastic blokkers gebruiken, zo, sowieso ben ik niet zo'n plastic fan, maar ik vind het prettig in de winter om als ik sokken heb gewassen om ze aan de blokkers aan de verwarming te hangen. Dan zijn ze lekker snel droog um, en dat is met plastic niet zo'n heel goed idee, want dan gaat het gewoon smelten. Um, dus ik ben wel van het hout, maar heel vaak heb je met hout dat het toch uh, hier heel erg, um, ja, dat het heel erg splinterig is. Dat wil je niet, want als je dan je sok er aanschuift, dan blijft die overal hangen en zo. Nou, dat is natuurlijk niet fijn. Dus ik dacht, ik uh, bestel een paar sokblokkers van Kremke, uh, waar ik natuurlijk heel veel uh, gares ook van heb. En uh, nou, die zijn eigenlijk heel erg fijn. Um, ik schuif het er heel makkelijk op en af. Als je echt heel erg gaat voelen. Nou ja, hij is eigenlijk echt wel heel erg mooi afgewerkt. Ja, hier heel af en toe vind, voel ik een heel klein splintertje. Maar hij is verder echt heel mooi glad afgewerkt. Ik schuif de sok er heel fijn op. Um, lang verhaal kort. Ik vind ze heel erg fijn. En ga ze binnenkort dus ook in de webshop opnemen. Um, volgens mij zijn ze ook, ik weet even de prijs niet uit mijn hoofd, maar ze zijn ook gewoon goed betaalbaar. En daarmee heb je echt goede, fijne sokblokkers. Dus die wilde ik ook nog laten zien. The giveaway: vlog 40! Waah! Wow. Um, ja, ik ben best wel een beetje verbaasd dat ik zo ver ben gekomen. Uh, ook niet, want ik vind het mega leuk om de vlogs op te nemen. Echt heel erg leuk. Jaren geleden begonnen met wat Engelstalige vlogs en zo. Die heb ik allemaal niet meegeteld. Ik ben op een gegeven moment bij de Nederlandse vlogs begonnen met vlog 1. Nou, daar zat in het begin totaal geen regelmaat in. Toen heb ik het heel lang één keer per maand gedaan. En nu sinds ik denk een half jaar doe ik dan elke twee weken een vlog. En dat bevalt me eigenlijk hartstikke goed. Ik vind dat heel erg leuk om te doen. Um, wat je misschien ook gezien hebt, ik heb onlangs een nieuwe tutorial geplaatst over Ravelry. Um, ik had al een Ravelry video opgenomen in 2017. Inmiddels is Ravelry uh, veranderd. Inmiddels is, hopelijk, hopelijk merk je dat, de kwaliteit van mijn video's ook enigszins uh, vooruit gegaan. Dus het was hoog tijd, zeker ook met het openen van een nieuwe campus. En ik heb in de beginnerslessen zit ook een groot deel over Revelry. Uh, had ik dus een nieuwe video over Revelry opgenomen. En ik dacht dat het wel leuk om af en toe een tutorial ook gewoon gratis beschikbaar te stellen, te be te stellen hier op mijn YouTube-kanaal. Dus dat is ook iets wat je de komende maanden kan verwachten. Uh, af en toe komt er een nieuwe tutorial bij. Uh, ik ben heel dankbaar voor de berichten die je krijgt van mensen die zeggen: Oh, ik haal zoveel waarde uit je vlog. Uh, sinds een aantal vlogs heb ik ook een Paypal link hieronder staan. Daar kun je op klikken. Dan kun je een kleine donatie doen voor de vlog. Dus als je zegt: Nou, ik kijk echt altijd heel graag. Ik haal heel veel waarde uit je vlogs. Uh, je deelt nu ook die tutorials waar ik veel aan heb. Ik hoef verder niet lid te worden van een breikampus of wat dan ook. Maar ik wil je wel steunen. Dan kan dat dus door middel van de Paypal link hieronder. Uh, en ik ben echt heel erg dankbaar voor de donaties die ik afgelopen maand weer heb mogen ontvangen. Want dan maakt ook dat ik deze vlog in de lucht kan houden. Um, vlog 40. Uh, super tof uh, dat ik zo ver ben gekomen. Heel erg leuk dat het kanaal ook groeit. Uh, dit is ook het moment om te zeggen, gooi even dat duimpje omhoog. En als je je nog niet geabonneerd hebt op mijn kanaal, doe dat dan even. Dat zit altijd rechts onder de video. Je kunt dan ook op het belletje drukken. Dan krijg je altijd een mailtje op het moment dat er een nieuwe video van mij verschijnt. Het kanaal is inmiddels best wel groot geworden. Echt heel erg dankbaar voor. Dank je wel als je mijn kanaal volgt. Uh, ik weet ook dat heel veel van jullie uh, anderen weer adviseren om mijn kanaal te bekijken. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus dankzij jou als kijker uh, ben ik tot vlog 40 gekomen. En daar mag een leuke giveaway Bijzitten uiteraard. Um, maar voordat ik dus die giveaway doe, doe even dat duimpje omhoog. Want dat merk ik wel. Dat ik soms zie dat er heel veel mensen kijken. Um, en je, ja, je steunt me gewoon enorm door alleen even op dat duimpje omhoog te klikken. En ik denk dan ook heel vaak als ik iets kijk, ja dat doe ik zo, dat doe ik zo. En dan vergeet ik dat. Uh, ik weet als YouTuber hoe belangrijk het is. Dus echt nu even duimpje omhoog. Dan kan ik de giveaway pakken. Ik heb hier een heel pakket wol. En wat is dat voor garen? Northern Lights. Dat is ook een, uh, de, zoals je wellicht weet, heb ik een aantal merken van BC Garden. Zoals de Bio Balance. Dat zijn vaak hele duurzame uh, gecertificeerde garens. En uh, dat is dit ook. Dit is voor 80% met uh, organic materials gemaakt. Uh, er zit 80% wol in en 20% zijde. Wat een heerlijk zacht, maar wel rustiek garen maakt. Het is echt zacht en het heeft echt een goede, goede body. Het is echt een mooi garen. Het is een, uh, een, een ja, worsted weight. Misschien zelfs nog iets dikker. Het heeft 16 steken qua breedte en het geeft 200 meter op. 100 gram naald 4 tot 5 mm staat erop. Dus het is een perfecte uh, dikte. Bijvoorbeeld ook voor de flex -trui, uh, waar ik de tutorials van heb. Um, en voor heel veel andere dingen. Dus het is een Aran weight garen: 16 steken op de breedte, 24 in de lengte. Uh, Northern Lights uh, organic wool. Dus de wol die erin zit is helemaal uh, gecertificeerd enzovoort. Het is een uh, lichtgrijs. Het komt zo goed over op beeld: een lichtgrijs garen. En ik heb hier dus 10 strengen van. Dus dat is in totaal 2000 meter. Dus dat is meer dan genoeg voor een grote trui. En die ga ik weggeven. En waarom? Uh, het is misgegaan met een bestelling. Helemaal prima, kan een keer gebeuren. Uh, maar het is niet een garen dat ik binnen nu en korte tijd in de webshop op wil gaan nemen. Het heeft ook niet heel veel zin. Ik vind het dan heel zonde om uh, als ik inkoop, dan koop ik altijd gelijk groot in. Zodat de vrachtwagen niet te vaak heen en weer hoeft te rijden. Uh, en als ik dan één zo'n pakketje terug moet gaan sturen, uh, dat vind ik gewoon zonde. Uh, van de ja. Uh, van, van, van de ruimte die dat weer opneemt in een vrachtwagen, dat dat dan weer heen en weer moet rijden. Dat is echt onzin. Dus ik heb gezegd: Nou, weet je, we laten het gewoon zo. Ik hou dat hier. Vind daar vast wel een leuk leuke doeleinde voor. En dat is dit. Ik geef gewoon dat hele pakket weg. Dat is dus ter waarde van 150 euro. En dat stuur ik ook nog ervoor naar je toe. Uh, dus lijkt me een hele mooie giveaway. Je kan er natuurlijk van alles van maken. Je kan er ook, uh, ik geloof dat in de 52 Weeks of Shawls bijvoorbeeld staan, ook wel patronen met, uh, met een dikker garen. Uh, je kunt er shawls mee breien met een leuke. leuke Kabel dat zal heel mooi worden in dit garen uh, als ik straks de harvest Cardigan uh, die tutorials ga doen. Daar kun je hem ook voor gebruiken. Nou, er zijn echt heel erg veel uh, leuke patronen waar je dit garen voor kan gebruiken. En natuurlijk kun je het ook gewoon voor babytruitjes en vestjes of voor meerdere dingen gebruiken. Je hebt meer dan genoeg hier aan. Die ga ik dus weggeven omdat het uh, de 40ste aflevering is. Wat moet je daarvoor doen? Nou, de giveaway loopt tot en met uh, woensdag 2 juni 2021. Dus als je dat hier nakijkt, of uh, als je dit kijkt na 2 juni 2021, dan kan je helaas niet meer meedoen. Maar tot en met 2 juni 2021, 12 uur s'nachts, uh, kun je kans maken om deze te winnen. En in de volgende vlog, de achter de schermen vlog, ga ik laten weten naar wie dit pakket toe gaat. Wat moet je daarvoor doen? Laat een commentaar hieronder achter. Zorg dat uh, het getal 40 daarin voorkomt. En. Uh Maak er maar een leuke opmerking van. Met 40 erin. Geen vervelende opmerking. Dat doen mijn kinderen al. Die zijn mij al de hele tijd aan het plagen. Dat ik de oudste ben thuis. En als het over uh, oma's gaat, dan krijg ik te horen dat ik daar al in de buurt kom en zo. En dus lieve opmerkingen die iets met het getal 40 te maken hebben. Misschien heb je wel alle 40 vlogs gezien. Misschien uh, ben je zelf ook 40. Misschien uh, ben je al 40 jaar aan het breien. Uh, je kunt vast iets. Leuks verzinnen en hieronder achterlaten in de comments. Ik weet dat niet altijd iedereen mee wil doen met een giveaway, maar dat sommige mensen wel gewoon een leuke opmerking achter de, uh, onder de video achter willen laten. Nou, dat vind ik altijd super leuk. Ik, ik geniet daar echt van, van alles wat eronder staat. Dus blijf dat zeker doen. Um, en ik ga het zo ook nog even hebben. Ik bedenk nu dat ik eigenlijk eerst het segment vragen van de kijker had willen doen, maar die doe ik even hierna. Um, maar goed, daar ga ik zo ook voor uitleggen. Dan moet je ook in de commentaar. Hieronder achterlaten. Maar als dus het getal 40 in jouw commentaar staat, dan weet ik dat je mee wil doen om de prijs te winnen. Dus ik hoop dat je net zo enthousiast bent als ik. Uh, ik heb wel even gedacht: van ik houd het zelf en ik maak er een trui van, maar ja, ik vind het gewoon veel leuker om dit weg te geven. Als het dan, weet je, dan denk ik: dan moest het ook zo zijn dat het misging. Um, en dan hoop ik dat ik er iemand heel erg blij mee mag maken. Vragen van de kijker, daar ga ik even naartoe terug en dan ga ik daarna over naar het gedeelte Wat ben ik aan het lezen, kijken en luisteren. Um Zoals ik in de intro al even zei, ik deed elke zaterdag een aantal weken een open online atelier. Zodat ik je een beetje kan helpen met online shoppen. Uh, kan ik bijvoorbeeld bepaalde kleuren bij elkaar laten zien? Heb ik een tip over uh, je wil dat en die en die trui gaan breien? Welk garen adviseer ik daarbij? Uh, ik heb een keer het hele Chagu wisselbare set laten zien. Hoe zit dat met het verschil tussen die sets enzovoort? Nou, die video's kun je allemaal terugkijken. Die staan onder de afspeellijst online. Open atelier, maar zoals ik al zei, ben ik gestopt omdat ik dacht: het is een heel mooi onderdeel om in deze vlog gewoon te doen. Uh, dus bij deze, vanaf uh, deze, vanaf deze vlog, mag je elke keer onder de video je vragen achterlaten voor de volgende vlog. Nou, op dit moment, ik weet dat ik dus op uh, donderdag 3 juni mijn uh, nieuwe vlog ga publiceren, uh, dus ik zou zeggen tot uh, 1 juni. Kun je onder deze vlog, want dan heb ik voldoende tijd. Om jullie vragen te verzamelen, om dat voor te bereiden. Um, tot 1 juni mag je uh, je vragen hieronder achterlaten voor uh, vlog 41. Dus laat je vraag hieronder achter en dan ga ik hem in vlog 41 voor je beantwoorden in het onderdeel Vragen van de Kijker. Nou, ik had in mijn laatste um, Instagram-video, Instagram Live, al gezegd. Je mag ook daaronder vast je vragen achterlaten. Waren er niet heel veel, maar ik heb twee. Eigenlijk één vraag en één opmerking die ik allebei even wil behandelen. Hanna 1993 vraagt onder de video van de vorige keer. Hoe belangrijk is het voor het breien van sokken om te voldoen aan de steekverhouding die vermeld staat op het label van sokkenbolletjes? Ik merk namelijk dat tijdens het breien van mijn eerste sokken ze steeds niet passen. Mijn steekverhouding komt niet overeen, maar tegelijkertijd heb ik ook brede voeten met een hoge wreef en ik ken het patroon nog niet. Hierdoor vind ik het lastig om te achterhalen waar het probleem in zit. Hanna, de steekverhouding die op uh, het bolletje staat. Dus ik pak even een. Uh, dit is de Opal Beauty Edelwijs. Um, en daar staat bijvoorbeeld de steekverhouding. Even kijken wat hier op staat: um, 10 bij 10 centimeter, 30 maal 42. Dus hier staat. 30 x 42, wat dus betekent 30 op de breedte. En 42, die hoogte, kijk ik nooit aan, want lengte kun je altijd, kijk ik nooit naar. Lengte kun je altijd aanpassen. Belangrijk, kijk, dat, dit geeft aan dat als jij dus um, op die 10 centimeter die 30 steken zou breien, dan zou dat overeen kunnen komen met uh, het patroon. Uh, dan zou het zo uit moeten komen zoals hier op het plaatje staat. Maar goed, je weet verder niet. Er wordt hier niet aangegeven hoeveel uh, steek je dan moet gebruiken enzovoort. Het is dus eigenlijk meer om voor jou aan te geven van nou, het is ongeveer die dikte. Zou je je sokken echt goed passend willen maken, dan zou je dus een proeflapje moeten breien om te kijken of je op die 30 steken uitkomt. Maar uh, als je bijvoorbeeld, ik pak eventjes Waar heb ik het neergelegd? Mijn eigen sokkenpatroon. Uh, even kijken hoor. Nou, ik weet even niet waar ik het nou neer heb gegooid. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen sokkenpatroon kijk, dan staat daar een steekverhouding van 28 op de breedte. En 28 geeft dus een gemiddelde. Stel dat ik de medium size maak, een gemiddelde maat voor maat 40. Uh, dus, punt 1, jij zou eigenlijk een proeflapje moeten maken om te kijken wat jouw steekverhouding is. En als jij bijvoorbeeld ziet dat, je, dat jij op die 10 centimeter, moet ik het altijd even goed zeggen, als je ziet dat je op die 10 centimeter veel minder steken hebt, dan betekent dat dus dat jouw sokken groter zullen worden. Ja, en andersom, als jij veel meer dan die 30 steken hebt, nou Waarschijnlijk zit nu iedereen naar me te schreeuwen. Maar als je dat niet, niet, niet over nadenkt, dan zeg je het nooit goed volgens mij. Maar in elk geval, ik heb ook een video over proeflapje breien. Dus die kun je ook altijd even bekijken. Daar leg ik het helemaal stap voor stap uit. Het is dus belangrijk wat jouw steekverhouding is. Ehm. Um uh, hoe je dat breidt. En als je gewoon merkt dat... Uh, stel dat jij met zo'n wolletje... Uh, 64 steken opzet... met naald 2.25... en jouw sokken worden veel te klein... dan zal je dus een grotere naald moeten gebruiken. Um, ik heb meer mensen die zeggen... ik heb uh, brede voeten met een hoge vreef. Nou, wat ik meestal merk... is dat dan juist de Hollandse hiel... die ik ook in mijn patroongebruik goed is... Maar wat, er, wat mensen ook wel doen als je een hoge vreven hebt, na die hiel ga je uh, minderen. En in principe in mijn patroon doe je dat bijvoorbeeld als je die hiel hebt gebreid. Dan heb je op een gegeven moment heel veel steken. En dan ga je uh, één ronde breien, één ronde minderen, één ronde breien, één ronde minderen. Totdat je bijvoorbeeld terug bent op die 64 steken. Nou, met een hoge vreef zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om één ronde te minderen. En dan twee rondes te breien, waardoor je die, die, ja, waardoor je die vreef wat vertraagt. Waardoor die wat later weer pas smal wordt. Dus dat zijn allemaal uh, tips en trucjes die je kunt gebruiken, um, maar als jouw steekverhouding dus niet overeenkomt en daardoor je sokken te klein worden, ja dan, dan zal jij dus een dikkere naald moeten gebruiken. Dus altijd ook even kijken wat jouw steekverhouding is, wat op het bolletje staat is een richtlijn voor wat zij zeggen van hè, als je precies die sokken zou willen hebben, dan moet je dus Proberen op die 30 steken per 10 centimeter te komen en daar de juiste naald bij zoeken. Dus ik hoop, Hanna, dat je uh, daarmee uh, verder komt. En anders dan uh, moet je je vraag even iets specifieker maken als ik hem verkeerd heb begrepen. Dan uh, kreeg ik een opmerking van uh, Monique uh, in de online Breikampus. Die uh, wilde ik ook eventjes hier uh, delen, want het is eigenlijk een hele handige opmerking van Monique. Die mailde mij van uh, als je het Lane magazine hebt, of je hebt de boeken van Lenne. Uh, hier staat bijvoorbeeld de Strands of Joy. En je hebt net de 52 Weeks of Shawls, de 52 Weeks of Socks. En er zijn inmiddels 11 edities van Lane magazine. Op de website van Lennon Magazine uh, staat: als je naar het menu gaat, dan krijg je een heel overzicht van alle boeken. Onderin staan de Frequently Asked Questions en daarboven staat Errata. En bij Errata staan per boek en per magazine uh, PDF-files. Uh, waar dan in staat dat er een aantal aanpassingen op een patroon zijn gemaakt. Dus stel dat jij de 52 Weeks of Shals in huis hebt, dan is het heel handig om naar die errata te gaan. En dan de PDF die bij de 52 Weeks of Shals hoort. te openen en die te printen en die tussen je boek te stoppen. En dat geldt dus ook voor de magazines en de andere boeken. Um, als je een patroon op Revelry koopt. Uh, en er wordt iets geüpdate. Ik, ik merk bijvoorbeeld, ik ben met, met mijn sokkenpatroon nu aan de slag gegaan en dan zijn er toch een paar kleine foutjes ingeslopen. Nou, die wil je dan binnenkort updaten. Uh, als je dat patroon dan op Revelry hebt gekocht, dan krijg je automatisch van Revelry een mailtje als je patroon is geüpdate. Dus dat betekent dat als je dan die laatste versie downloadt, dan heb je automatisch het goede patroon. Nou, bij uh, geprinte versies, bij boeken en zo kan dat niet. Um, dus wat uitgevers dan vaak doen, is op hun eigen pagina een erata-lijst zetten. Dat heeft Lenne dus ook heel keurig gedaan. Dus um, uh, als je nu aan het breien bent en je denkt: het patroon klopt niet, dan kun je het opzoeken. Maar het is ook heel handig om te bekijken van nou, wat heb ik van Lenne Magazine? En laat ik de PDF's daarvan gelijk. Tussen het betreffende tijdschrift of boek stoppen, dan heb ik dat altijd bij de hand. Um, en dat zal ook eens in de zoveel tijd geüpdate worden. Uh, dus dankjewel, Monique. Is handig om het uh, te weten. Ik ga dat op een gegeven moment ook wel in mijn webshop zetten. Dan zal ik bij alle lenen, magazines en boeken ook het linkje naar die Errata-pagina zetten. Um, leuk, dus ik uh, ook dat soort feedback. Of tips om te delen vind ik altijd heel fijn. Mag je ook onder de video achterlaten. En dan kan ik dat meenemen. Heb je dus een vraag voor vlog 41? Laat hem hieronder achter. En dan neem ik hem mee. Ga ik hem in vlog 41 beantwoorden. Uh, dat kan dus ook zijn dat je zegt, nou ik wil die en die kleuren bij elkaar zien. Of hoe is dat? Ik, heb, ik werk altijd in de vlog met daglichtlampen. Dus wat ik hier uh, laat zien, is altijd, ja, komt redelijk overeen met hoe het in het echt is. Ik kan nu heel makkelijk zien dat dit echt precies hetzelfde is zoals ik het zie. Het enige, en ik weet dat daar ook weer allemaal oplossingen voor zijn, maar met zo'n uh, petrol kleur. Um, die ziet er altijd in het, op het scherm iets blauwer uit dan dat die in het echt is. Dat is bij petrol uh, eigenlijk altijd het geval. Of je moet speciale uh, lampen of afstellingen gebruiken. Maar ik ben geen professioneel uh, video-or-fotografer. Um. Dus dat waren de vragen. Dan tot slot: wat ben ik aan het lezen, kijken en luisteren? Nou. Ik was begonnen, en ik durf bijna niet zeggen, maar ik was begonnen in die uh, serie De Aardkinderen. En ik was bezig met de kracht van de holenbeer, het eerste deel van De Aardkinderen. En uh, ik kreeg heel veel enthousiaste reacties toen ik dat in de vorige vlog vertelde. Van mensen die zeiden: Oh, wat een geweldige serie was dat. En die heb ik gelezen toen ik jong was. En ik krijg nu ook weer zin om hem te herlezen. Dus um, ja, heel veel van jullie zijn mega enthousiast over de boeken. Maar uh, ik, ik, was, ik denk dat ik gekomen ben tot bladzijde 150 of zo. En ik kwam er gewoon niet zo lekker in. Ik vond het wel, wel leuk. Dus als ik het aan, als ik mezelf zo ver kreeg om te lezen, dan vond ik het wel lekker om door te lezen. Maar ik, uh, ik, ik lees heel graag voordat ik ga slapen. Uh, ik heb dat echt heel erg nodig uh, om hoofd rustig te krijgen. Um, en, en ook om ik, ik, ik ben niet zo'n hele makkelijke slaper. Dus. Ik moet eigenlijk een boek hebben waarvan ik denk... daar wil ik voor naar bed. Uh, want als ik dat niet heb, dan ga ik gerust de hele nacht door. Uh, wat niet handig is. En nou, ik heb echt iets nodig om mezelf een beetje te unwinden. Uh, en dat doe ik met breien s avonds Maar echt een boek lezen zorgt ervoor... Gewoon dat mijn hoofd even naar hele andere Orde vertrekt. En daar is op zich uh, dat boek heel goed voor. Want je zit in een hele andere uh, uh, tijdzone ook. Dus uh, in allerlei. Uh, uh, in, 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 in meerdere facetten zit je in een hele andere wereld. Um, maar goed, ik had dus niet zoiets van. Oh, ik ga zo naar bed. Dan ga ik lekker verder lezen. Toen ben ik op een gegeven moment uh, ook. Um, uh, ja, Wat marketingboeken en zo gaan lezen. Nou, die zijn denk ik niet heel erg interessant om te delen. Um, toen had ik die marketingboeken gelezen en ik, was ook wel, ik had ook wel even een fase dat, dat ik zoveel onrust in mijn hoofd had. dat ik uh, de, de Donald Duckjes van mijn dochter even. die krijgt elke week de Donald Duck binnen. En dan schoof ze hem door naar mij en ging die lekker lezen. En toen kwam ik op een moment dat ik dacht: Nou, nou ga ik denk ik het boek weer oppakken van de Aardkinderen. En toen was het moederdag. En toen was mijn man zo ontzettend attent om gezien te hebben dat het. Ik weet niet of het het laatste deel gaat zijn, ik denk het niet. Maar de zevende zus. Van Lucinda Riley was uit. En als je mijn uh, vlogs volgt, dan weet je dat ik op een gegeven moment aan Lucinda Riley ben begonnen, verschillende boeken van haar heb gelezen, aan de Zeven Zussen ben begonnen en totaal verslaafd was. Dat waren echt boeken waarvan ik s'avonds dacht: ik mag zo naar bed en verder lezen. Gewoon echt even lekker helemaal weg. En uh, ja, toen kreeg ik de Zevende Zus voor Moederdag en uh, toen was het besloten. Dus daar ben ik nu lekker in bezig. Ik ben vergeten mee te nemen. Maar ik ben denk ik op 1 vijfde of zo. En dat is echt weer een boek waarvoor ik uh, naar bed ga s'avonds. Dus uh, ik, ik denk wel dat ik de aardkinderen nog een keer op ga pakken. Uh, maar voor nu uh, had ik gewoon meer behoefte aan, aan dit. Echt heerlijk om weer op te pakken en in, in, in weg te, uh, in, in te vertrekken voor het slapen. Uh, dus dat is wat ik aan het lezen ben. Uh, nou, nogmaals, al, al die marketingboeken en zo. Dat, dat, dat lijkt me niet heel interessant. Um, ik zit even op mijn lijstje te kijken. Wat ik aan het kijken ben, is misschien ook wel grappig. Even iets heel anders. Uh, maar dat is uh, op Netflix de Dream Home Makeover. Um, wij zijn acht jaar geleden in ons huis komen wonen. Toen ontdekte ik op de dag dat we gingen tekenen dat ik zwanger was van uh, ons tweede kindje, van Pieter. Uh, dus we zijn dat huis ingetrokken met de spullen die we daarvoor hadden. We kwamen uit een veel kleiner huis. Nou, Pieter geboren, je weet hoe dat gaat. Heb je twee jonge kinderen? Hm, komt niet heel veel van om wat aan je huis te doen. Toen kwam ons derde cadeautje er nog achteraan. Um, dus eigenlijk hebben we uh, in die acht jaar niet heel erg veel aan ons huis gedaan. Um, en, en ik kreeg daar wel steeds meer zin in. Daardoor hebben we in de slaapkamer ook dat vloerkleed, het dekentje erbij enzovoort. Maar er mag gewoon meer gaan gebeuren. Dus we hebben onlangs besloten om uh, ja, dat echt wat groter aan te gaan pakken. We hebben een extra slaapkamer nodig. Uh, we hebben gisteren iemand langs gehad die uh, heel goed is in de interieur. Ik hoop daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Maar we moeten nog even wat dingen... Afwachten. Uh, maar heel veel zin, dus om dingetjes in huis aan te gaan pakken. Uh, vorig jaar hadden we ook op een gegeven moment hadden we al verfkleuren en zo uitgezocht, maar toen uh, nou, kwam de eerste lockdown en Waar mensen zonder kinderen thuis ineens heel veel thuis waren en allemaal gingen klussen. Uh, als je ook kinderen thuis hebt en thuisonderwijs moest geven en je baan moest combineren, weet je dat er dan van klussen ook niet heel veel terecht komt. Dus uh, ja, ik ben naar die Dream Home Makeover gaan kijken en daar werd ik echt heel erg blij van. Dat is dus op Netflix en uh, dat is een stel wat dan samen dat bedrijf vijf jaar geleden is gestart eigenlijk from scratch. Uh, en dat opgebouwd heeft tot en een winkel waar ze dus heel veel spullen verkopen. Maar ook tot interieuradvies. En ze komen echt in de meest uiteenlopende huizen en gaan dat dan inrichten. En ik vind niet, dat soort programma's niet altijd leuk. Want soms zijn het echt van die dingen dat je denkt: um, ja, dat is te hoog gegrepen voor me. Maar dit is zo. Ja, simpel gemaakt eigenlijk. En zij zijn gewoon een leuk stijl. Ik vind het dan ook weer leuk omdat ze eigen bedrijven hebben om dat te volgen. En te zien hoe ze dat met gezin combineren. Dus nou, dat is mijn kijktip als je ook iets met interieur wil doen. Uh, ik ben ook weer aan luisterboeken begonnen. Ik ben altijd heel erg van de podcasts. Ik heb eerder het ministerie van Gebreide Zaken genoemd... die ik heel erg wil bedanken, want die noemden mij in hun laatste podcast. Het was heel leuk om mijn naam voorbij te horen komen. Um, en uh, uh, ja, ik luister verschillende podcasts, die noem ik wel vaker. Maar ik had ineens weer zin om tijdens mijn wandelingen... luister ik dat meestal om een boek te luisteren. Dus ik heb de Storytel-app... Die eens in de zoveel tijd heb ik die wel. En dan gebruik ik hem weer een tijdje niet. Omdat ik, als ik brei en luister, dan, dan denk ik echt na twee hoofdstukken: Oh ja, ik was een boek aan het luisteren. Dan dwaal ik te veel af. Maar tijdens het wandelen lukt het me wel. Uh, en ik ben nu uh, Becoming uh, Michelle Obama aan het luisteren. Die had ik al heel lang op de boekenplank staan. En dat vond ik wel een heel fijn boek om te luisteren. Uh, ik ben nu. Ik denk bij het vierde hoofdstuk of zo. En uh, ja, geniet er echt van. Ik vind het echt heel bijzonder. Ook om van iemand die gewoon ooit een, een meisje ergens op een, uit een totaal niet rijk gezin, ergens in Amerika, die uiteindelijk presidentsvrouw is geworden, uh, vind ik wel heel bijzonder om te luisteren. Dus uh, dat is zeker ook een tip. Uh, ik zit een beetje te kijken omdat ik tegen het einde aankom. Dat was volgens mij wel wat ik wilde zeggen. Uh, ben wel door al mijn informatie heen voor vlog 40. Ik dank je heel erg voor het kijken weer. Uh, ik vind het super leuk om te doen. En nog leuker als er ook daadwerkelijk naar gekeken wordt. Uh, hoewel ik dat ook aan begin. Ik vind het echt heel leuk om te zien. Uh, er komen steeds meer vlogs bij. Ook hier op YouTube. Steeds meer Nederlandstalige vlogs. Uh, die deel ik ook regelmatig in mijn Instagram stories. Of ik noem ze hier en daar. Um, en dat is ook wel heel leuk. Want toen ik begon met mijn vlogs, ik begon ook echt met het idee: ik ga gewoon vertellen over iets wat ik heel leuk vind. En ik zie wel waar het schip, schip strandt. Um, dat heb ik gewoon jaren zo volgehouden. Zo doe ik het ook nog steeds. Uh, want als ik geen. Zin heb, dan neem ik ook echt geen vlog op. Want dan, dan wordt het niet zo'n leuke vlog als dat het over het algemeen is. Als ik dat zelf mag zeggen. Maar ik, ik merk gewoon heel erg op het moment dat ik een vlog opneem en daar zelf onwijs veel zin in heb. Dan zijn de reacties ook super leuk. Terwijl als ik een vlog opneem, dat doe ik niet vaak. Maar ik heb wel eens een vlog opgenomen dat ik dacht. Hmm, ik zit er vandaag niet helemaal lekker in. Heb ik heel weinig, want ik vind het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Maar lang verhaal kort, wat ik wil zeggen: ik zit nu over de 1300 uh, abonnees. Ik had dat echt nooit durven denken. Uh, dus als je een vlog wil beginnen, of je bent net begonnen en je hebt er een paar geplaatst en je denkt het schiet niet op met die kijkers, uh, dat heb ik ook heel lang gehad. Je moet ergens beginnen. En weet je, ik denk ook, ik heb veel liever dat er drie mensen kijken en super enthousiast zijn. Dan dat ik, uh, uh, wat je bij sommige kanalen ziet, 40.000 volgers heb. En ja, dat er dan. Een enkeling eens een keer kijkt en nooit een reactie opkomt. Het is allemaal niet zo belangrijk. Ik vind het veel leuker de interactie die er is. En ik vind het leuk om dingen te delen. Ik vind het leuk om terug te krijgen dat je daarvan geniet. En uh, dat moet het allerbelangrijkste ding, denk ik, zijn. En dat is ook wat het voor mij zo leuk maakt om deze vlog te maken. Dank je wel. Heel graag tot vlog 41 en tot al die andere vlogs daarna. Vergeet niet, meedoen met de giveaway kan tot en met woensdag 2 juni. En tot 1 juni kun je je vragen achterlaten voor de volgende vlog. Dank je wel en een fijne rest van de maand mei.